We weten inmiddels dat cybersecurity van cruciaal belang is voor organisaties. Dat zien we terug in de dagelijkse operatie, in allerlei technische maatregelen. We hebben continu firewalls en virusscanners, noem maar op. Helaas wordt er aan de menskant van cybersecurity minder continue aandacht gegeven. Daar zien we vaak dat het een eenmalig project is. We sturen iedereen naar een awareness training of we geven ze allemaal een e-learning en dan hebben we de check in de box. Maar willen we de menskant in cybersecurity echt veilig hebben en willen we echt veilig gedrag, dan heeft ook die mens, net als de techniek, continue aandacht nodig.